even over je, Van Bommel, sorry, Van de Beek had je het van de week over. Denk je dat hij goed genoeg is voor Real Madrid? Daar kwam de Telegraaf mee. Ja? Absoluut. Die is goed genoeg voor iedere club, joh. Ja, denk ik ook. Ja, zou het vorig jaar nog een twijfel? Dat is natuurlijk, ja, belachelijk, want omdat hij wilde per se Pogba eerst hebben. Ja. Dus daarom wilde ik niet praten over Van de Beek. Maar ik denk dat dat een uitstekende speler ook voor hem is. Kijk, er moet wel iemand zijn die hem bedient en alles erachter. Met wat creativiteit. Hè. Denk jij dat hij het kan, René? Ja, maar het is natuurlijk een heel ander soort speler als dat ze daar altijd de Isco's en de... Weet je, hij is zo'n jongen die zoveel meters aflegt, weet je wel. En zo frisse wind ook door. Nu is alles... Modric in de bal, Isco in de bal, Kroos in de bal. Er is niemand die daar... Nee. Ik denk dat hij... Dat als hij daar meedoet bij Madrid, dat hij twee keer zoveel loopt als die andere drie middenvelders. Ja. Dat hebben ze nu allemaal wel zo'n metertje op de rug. Maar dan kunnen ze dan mooi controleren. Ja. En hij scoort ook nog. Ja. Ja, 55 veel. Miljoen, dat hebben ze nu afgesproken. Niet meer ook. Dat was eigenlijk al een beetje in de zomer afgesproken. Dus daar kan je nu niet op terugkomen. Want er is natuurlijk een enorme heibel overgekomen. Want iedereen vindt het te weinig. Als je 100 miljoen voor Pogba, dan vinden ze, zeker in Amsterdam, dat minimaal 85 miljoen voor Van de Beek betaald moet worden. Maar ja. Dat is nou de afspraak die ze gemaakt hebben. Overmars heeft gezegd, tussen de 50 en de 60 miljoen. Dat heeft hij natuurlijk afgelopen zomer gezegd. Ja. Nou, dus daar gaat Real Madrid natuurlijk vanuit, dat bedrag. Dus. En dan komt Manchester United zeggen, we doen 60 of 65. Ja, Manchester United die wil hem geloof ik alleen in de winter. Dus ja, dat gaat hij natuurlijk sowieso niet. Nou, het enige, dat Frenkie de Jong scenario, want die zou natuurlijk naar Paris Saint-Germain gaan. Tot die overval van Barcelona plaatsvond. Ja. Kijk, als Barcelona nu morgen op de stoep staat en die zeggen, we bieden 100 miljoen en jij krijgt 20 miljoen. Het dubbele van wat je bij Real Madrid krijgt. Ja, wat er dan gaat gebeuren, dat weet ik ook niet. Ja, maar er zijn natuurlijk een paar clubs aan doorselecteren. Ja. En die hebben dit soort jonge talenten nodig. Ja, het is natuurlijk een geweldige speler om hier goed te hebben. Nummer 28 van de laatste verkiezingen bij een gouden bal. Dus niet slecht. Dat valt al mee, ja. Dus hij heeft al punten gekregen toen. Ja. Maar ja, dat Manchester moet echt zoveel investeren. Ja, die waren mee gaan draaien. Zo'n Arsenal ook, man. Ja, ja, die Aubameyang ging trouwens in de 90ste minuut nog even naar het wc. Hè, terwijl ze 2 in achter stonden. Ja. Je moet even naar de wc. Kom zo terug. Ja, maar ja... Als je in de diarree bent, dan moet je echt naar de wc. Ja, als je moet, dan moet je. Hè? Ja, daar heb je gelijk in. Wil jij ook niets missen van Veronica Insight? Download de nieuwe Veronica Insight-app.